Wat zou Rolf op een camping doen? Ik ga nooit kamperen. Doe normaal. Weet je wat ik op een camping zou doen? Marshmallows affikken. Oké, een beetje context. De maakbare wereld is terug. Eenmalig hebben we een speciale Wat zou je op de camping doen editie gedaan. Ik kom nooit op een camping. Maar ik ga wel af en toe naar het Beta-kamp. Van middelbare school hier de Populier in Den Haag. Daar laat ik de leerlingen altijd zien waarom je een brand in een frituurpan niet blust met water. Het zijn toch de toekomstige studenten. Wel handig als ze dat weten. Dit keer, voor de maakbare wereld, combineer ik dat met marshmallows. Dit is iets wat je veilig wilt doen, vanaf een afstandje. Ik maakte met leerling Hugo een constructie waarmee we met het frituurmandje, wat touw, wat duct tape, het bekertje vanaf afstand gecontroleerd in de brandende frituurpan konden kieperen. En ik maakte een standaard van wat bierflesjes voor de marshmallows. Waarom je niet met water een olievuur blust? 3, 2, 1... Ik denk niet dat ze super lekker zijn geworden. Ze zijn niet wat, ze zijn niet wat zwart en ze ruiken naar paraffine. Eet smakelijk!